Goedemorgen mensen. Of goeienacht. Hoe je het ook wil noemen. Ik heb me weer zo zot laten maken. Dat ik een dagje met de Ramadan mee ga doen. Samen met Brahim en Bilal. Ja, mensen. We zijn er weer. Ja, mensen. Hier zijn we weer. Kunnen we niet te hard praten, hè? Waarom niet? Hier is aan het slapen. Vandaag, op dit moment, is Randy aan de andere kant bij hem thuis ook gewoon net wakker. We gaan gewoon kijken hoe het er aan toe gaat. Dus we gaan nu eten. We gaan een dagje kijken of Randy het volgaande moet vasten. Toch? Ramadan. Ja. Dus jij mag zometeen ook niet meer eten, niet meer drinken. En we gaan proberen om in ieder geval niks meer tegen hem te zeggen. Kijken hoe lang hij het vol gaat houden. Ik, eerlijk gezegd, denk ik dat Randy het niet gaat volhouden. Dat denk ik. Ik zit er nu al tegenop. Hey, heb je een beetje zin? Ja. Je hebt een beetje slapen, hè? Je bent een beetje moe, hè? Ja. Ik zie er hartstikke fit uit. We gaan nu eerst even bidden, toch? Ja. En dan gaan we weer pitten. En dan morgen gaan we tegenaan. Ja, toch? Want wij zijn echte. Echte man. En wij geven iedereen alleen maar... liefde. En wij zeggen altijd... altijd. Wat moeten mensen doen? Ja, ouwe. Leer. Ja, de batterij is op. Dus abonneer, bijna 10k, bijna 10k. Weet je waar ik ook echt tegen op zit? Ook gaan stinken uit mijn mond. Van Brahim. Het lijkt net alsof hij zijn schoonmoeder heeft opgegeten. Zo lijkt het. Ik zie jullie zo meteen. Arrivederci. Tot zo. Eeuw, het Ibrahim, woi woi. Eeuw, echte mannen, woi woi. Positiviteit, woi woi. Activiteit, woi woi. Negativiteit, woi woi. Geen tijd voor, woi woi. In wegen door, woi woi. Brahim Vlog. Een hele goede morgen allemaal. En Brahim natuurlijk ook. Vannacht zijn we wakker geworden. Dan moest van Brahim, ik moest vannacht om 1:15 aan mijn bed. En toen ging het allemaal beginnen. Dus dat heb ik gedaan. Ochtendhumeurtje, altijd ik. En nu, op een lege maag ga ik nu een training even doen. Dus ik ben benieuwd, man, hoe dat gaat. Het is al een tijdje geleden dat ik eigenlijk op een soort van lege maag ga trainen. Vroeger deed ik dat ook altijd, toen ik 17 was of zo. Ik kreeg nooit wat op mijn strot. Dus train ik eigenlijk ook altijd op een lege maag en dan na training ik altijd wat eten, maar dat is vandaag niet het geval. Ik ben wel echt heel benieuwd hoe dat gaat. Ja, we gaan sowieso een leuke dag beleven denk ik met Bilal erbij. En we gaan zien hoe het allemaal te werk gaat. Nou, goedemorgen allemaal. Net wakker. Zoals je ziet, ik rijk volgens mij niet echt fris. Even serieus, deze man. Check. Kom eens hier. Kijk, hij heeft gewoon een scherapparaat gebruikt. Wat meen je dit? Hoe ben je lel, jongen? Man. Oké, nou we zitten hier bij mij in de wijk. En deze gasten hier die zijn aan het voetballen. Volgens mij zijn ze bijna allemaal aan het vasten. Dus Randy, dit is gewoon voor jou, vriend. Je doet alsof het bikkel is of zo. Maar check deze gasten hier zo. Deze strijders. Ze zeggen Ramadan. Nou, ik weet het niet, hoor. Ja, mensen, wat zijn er weer? Ja, mensen, we zijn er weer. Hoe voel je het net? Vond je het leuk? Ja. Naar wie gaan we toe ook weer? Gadisha. Nee joh, we gaan naar... Randy. Randy! Ik ben benieuwd hoe het met die Randy gaat. We gaan hem nu opzoeken. Ik ga hem nu even bellen. Je! Volgens mij hebben we iets te veel... Nee, dat klopt niet. Jawel joh, dat klopt echt. Ik sta er zelf ook voor te kijken. Heb je niks gegeten? Nee, nog helemaal niet. Helemaal niks. Nee, gewoon niks. Hé, hey, luister grap, wij komen jouw kant op zometeen. Gaan we wat kinderen blij maken en zo. Is goed, man. En dan gaan we even moskee bezoeken en zo. En dan komt het helemaal goed, bro. Hallo, Randy. Hey, Bilal. Is allemaal alles goed? Hallo, goed. Ja, goed. En met jou? Ja. Gelukkig. Randy, dank. Hé, hey, grap, ik zie je zo, man. Is goed, bro. Nou, zoals je ziet heb je hier één honger. En ik heb ook honger.
En je moet eens weten hoe graag ik hier een slok van wil nemen. Maar mag niet. Dus ja. Even bikkelen toch. Bilal, vertel het eens, wat gaan we doen? We gaan. Die Ramadan. Ajax. Hè? Ajax. Die Ramadan maakt hem helemaal op. Maar je moet niet met hem over eten en drinken beginnen. Wat ben je aan het doen, Bilal? Oh, schat, wat ben je aan het doen? Ik heb honger, ik ga naar huis. Ga lekker eten. Hè? Ga lekker eten. Nee. Ga jij even lekker eten? Nee. Is we zijn aan de Ramadan. Dat mag niet. Oh, mag je eten? Nee. Khadij. Ja? Denk jij dat Randy zit er ook bij? Denk jij dat Randy het volhoudt nog tot... Nou, ik zat er net aan te denken. Ik denk dat hij al heeft zitten smullen. Ja, dat denk ik dus ook. Maar deze, dat hij zegt van, deze, ik ga dit echt doen, weet je. Ik zou je zeggen, gisteren kom ik wel. Ik denk, wat heb ik gedaan? Oké, mensen. Ja? Wie gaat er winnen? Randy of Bilal? Bilal! Je hebt hier helemaal niks te vertellen, vriend. Hey, stap je auto af, joh. Nee, joh, gek. Hier, hup eraf. Raak mijn auto beschadigd, je. Jongen, hup eraf. Nee, joh. Jongen. Wie hebben we daar? Hey, wie is dat? Randy. Ja, ik weet niet hoor. Vaste, deze gozer. Klein of lijk, hè? Hij ziet er niet uit alsof hij aan het vasten is. En? Lukt het een beetje of niet? Nee, joh, gek. Nee, joh. Hoi, joh. Dat gaat niet goed, vriend. Ik ga weg. Doei. Die staat erop, vriend. Die staat erop. Een zware pokerface, hoor. Hey. We gaan even inzoomen hier, vriend. Ja, ik zeg je heel eerlijk. Die staat er ook op. Noi! Wil je erin ook? Ja, tuurlijk als je die andere man vrijlaat. Ga mij dan. Jawel, mensen, we zijn naar binnen. Jawel. We waren net even bij Randy geweest. Die gozer, ik weet het niet hoor. Ik vertrouw het niet echt. Hij voetbalt alsof zijn leven ervan afhangt. Maar goed, het is binnenkort WK, dit, dat, je weet toch? Nou, wij gaan snel racen. En dan zien we elkaar zo met Randy Walters. Later. Doe eens even normaal, man, mee. Ik schrik maar aan dood. Maar ik zag het wel dat je die camera liet vallen. Ja. Zag je? Gelukkig op mijn voeten nu. Auw, je smerf. Nog een keer. Oké, let op. Drie, twee, één. Oei. Oh, wow. Zo, ouwe. Wat is dit? Kijk. Kijk wat ik aan heb. Hallo. Wat is dit erin? Hallo. Heb je dit geregeld voor mij? Ja. Heb je dit geregeld voor mij? Zo, dit is dat dan hier, hè? Ja, gezocht. Hé, hey, maar wat was die sprong dan, bro? Wat? Want je ging net springen. Wat dan? Ja, het lijf. Ik moest zo naar hem schreeuwen op commando. Zo, we komen uit de lucht vliegen. Voordat we naar binnen gaan... kom. Nee. Kom. Maar, ren. Ja. Je ziet, hier voor je zie je 5 bomen. Mm-hmm.
En die vijf bomen, voordat we de moskee binnengaan en zo, die staan voor de vijf zuilen van de islam. De kezen. Okay. De vijf belangrijkste dingen van de islam. Oh, help. Nee, ik ken ze echt niet. Kijk, een soort van de vijf. Ik weet niet of je er allemaal aan. Je hebt stiekem gewoon suiker gegeten, hoor jij. Dus de vijf zuilen. Dat zijn de vijf belangrijkste dingen. Of tenminste, de vijf belangrijkste. Een soort van vijf regels. Ja, een soort van vijf belangrijkste. Vijf belangrijkste dingen. De vijf belangrijkste dingen in de islam. Dus één, dat is dat je vijf keer per dag gaat bidden. Ja. Twee is dat je meedoet aan de Ramadan. Ja. Drie is dat je zakat geeft, dus je geeft aalmoes, zeg maar. Ja, ja. Vier is dat je één keer in je leven een bedevaart moet gemaakt hebben naar Marokko. Naar of naar Marokko. Naar Mekka. Ik weet het beter dan jou, joh. Naar Mekka. Tjoh, ja. Jongen. Vijf, dat is dat je zegt dat er maar één God is, dat is Allah. Ja. En dat profeet Mohammed zijn dienaar is. Oké. Okay. En daar staan die vijf bomen voor. Oké. Nou, kom, ga naar binnen. Kom, Wila. Nou, Ren, wat is je eerste indruk? Ja, wel. Ik weet van vroeger dat die jongens daar altijd over hadden, toch, als wij gingen voetballen, over elkaar schoenen verstoppen. Ja. Maar nu snap ik hem. Wanneer je aan het binnen bent, zijn die schoenen weg. Ik zeg je eerlijk. En iedereen kent Bilal al. Ja, ja, die is hier famous. Zullen we even naar binnen gaan? Ja, is goed, man. Kom. Als het eetstijd is, hebben ze voor iedereen hier water. Normaal gesproken doen ze melk. Ja. Maar dat is niet heel gezond. Melk en dadels. Ja. Dit zeg maar hier. Ja, als jij me vasthoudt. Kijk, iedereen staat zeg maar. Dus als je gaat bidden, heb je die lijn hier. Ja. Je staat achter die lijn. Iedereen staat achter elkaar. Dus dan heb je zeg maar voet moet tegen voet aan. Oh, oké. Okay. Dus, van iedereen? Ja. Van je mag dus mijn voet moet tegen jouw voet aan? Ja. Dus je mag geen ruimte tussen laten. Oké. Okay. Maar Ren, waar ken je soep van dan? Ja, waar niet? Vroeger waren we dag en nacht met elkaar. Jij hebt er veel tijd meegemaakt samen? Ja, veel gevoetbald op straat. Hè? Ik zeg het niet graag naast hem, maar wel diep respect. Hij zorgt elke keer voor dat ik helemaal naar Leiden kom en dat ik ga bidden hier. Oh, serieus? Ja, serieus. Je moet hem een beetje kort houden. Anders... Nee, maar ik meen het oprecht. Hij weet wel waarom. Maar deze man die bidt met alle mensen hier in de avond. Oh, serieus, ja, man. Mooi, man. Van de week vroeg Brian aan mij van ik moet nog een Ramadan vlog maken. Hij zegt dus, hij vroeg aan mij, wil je een dagje mee vasten? Toen mijn eerste reactie was van, dat ga ik nooit lukken toch? Maar je hoeft het niet te zeggen, want hij raakt het wel. Ja, precies. Nou, je hebt je dadels te pakken, vriend. Ja, we gaan terug de tijd, mijn vriend. Hey, dadels aan de nevel. Ja, jongen. Willa, je moet even aan Randy laten zien hoe je moet bidden. Ja, klopt. Wacht. Ga je zo meteen doen met de mond? Ja, dat mag. Het is niet zo moeilijk. Nee, ga je morgen van iedereen. Je gaat maar staan, laat me zien staan. Als je gaat staan en zo, laat me zien. We gaan er dan staan en zo. Laat het zien dan. Oké, ja, man. Ik loop dat het gered. Ja. Nou jongens, dit is de tweede helft. We hebben net soep. Hè? Ren? Dit is... Hè? Je hebt het vast de hele dag. Of niet? Ja jongen, je mag losgaan, vriend. Bilal, had je honger vandaag? Ja. Was het zwaar? Nee. Hey jongens, we gaan aanvallen. Eet smakelijk allemaal. Zie je? Oké, deze even zo. Hebben we een foto? Ik heb 14 dagen. Oh, mooi, maar waarom wil ik? Alsjeblieft. Ja, vriend. Ja, foto in de moskee. Mooie dingen, man. Ja, mensen. En ze zijn nu weer! Ja. Slali Mali, kom! En die is bekeerd als moslim. Wat voor cijfer geven we het vandaag? Ja, wel 9, man. Ja, echt? Ja, denk ik wel. Gewoon sowieso omdat Bilal en ik het hebben volgehouden de hele dag. Ja. Misschien door dat geef ik het wel een 10, man. Echt? Omdat Bilal en ik ten eerste, we hebben het allebei volgehouden, toch Bilal? Ja. Dus dat is sowieso een high five. En ten tweede, het eten was echt fantastisch. En hoe vind je dat Bilal vandaag heeft gedaan? Bilal heeft het heel goed gedaan. Serieus? We hebben een paar keer bijna betrapt dat hij ging eten. Maar daar waren we gelukkig snel bij. Nou,
Nou, goedemorgen allemaal. Net wakker. Zoals je ziet, ik rijk volgens mij niet echt fris. Maar ik weet niet wat er is gebeurd, mensen. Maar check dit. Dit wil ik even gewoon even met jullie delen. Wacht even. Wat is dit? Wat is dit? Tarzan. Hey, kan je me even uitleggen, wat is dit? Van wie is dit? Hè? Van wie is dat dan? Hallo? Zo, daar gaan die. Maar eerlijk, Bilo, je hebt het goed gedaan, hè? Ja. En ja, wat ik zeg, ik heb een andere kant van jou gezien. Wat ik, ja, ik wist natuurlijk wel dat je ja, praktiserend gelovig bent. Ja. En ik persoonlijk ben natuurlijk, ja, ik ben niet echt gelovig. Ja. Ik geloof heel grof gezegd in mezelf en ja. In positieve tijden ja. Om me heen. En, ja, maar ik heb wel heel veel respect voor de geloven, of het nou precies, of het nou christelijken zijn, of moslims, of joden, of weet ik wat allemaal. Hey bro, mijn ouders, mijn schoonouders, mijn vrouwtje, die allemaal een tototje gemaakt van Wolters, die gaat het niet redden. Nou, lieve schatten, Wolters hebt het gewoon gered, de Ramadan. Hey bro, ik wil je echt oprecht bedanken. Ja, dankjewel. Gewoon sowieso een dik dankjewel, man. Dankjewel. Echt serieus, echt respect. Zeker. En Randy heeft het gewoon gered. En we zijn echte. Echte man. En echte wij man. Geven iedereen alleen maar? Liefde. En wij zeggen altijd. Zijn we tijd. Altijd positief. Trouwens, abonneren nog een paar honderd en dan zitten we op de 10k. Abonneren kost maar 55 euro per maand. Dat maakt allemaal niet uit. Nee, dit is helemaal gratis. Gewoon doen hè mensen. Alleen maar liefde. En deze twee gaan naar binnen. الوانها اللي بقلبك وش بواديها بالحيل متغير قلبك على حالك هي من مواجيعك اللي دام تخفيها ولا انت يا صاحبي محد على بالك الوانها اللي بقلبك وش بواديها بالحيل متغير